Dames en heren, appels en peren, welkom allemaal bij Content Veen Seizoen 3. We beginnen deze video met een achtervolging van een creeper en er zit een andere creeper daar in de boot. Ik weet niet wat er hier gaande is. Maar jullie mogen niet opblazen bij mijn mooie nieuwe strandje. En ik heb alleen maar een pickaxe waarmee ik moet slaan, jongens. Zo, dat is één. Ga je niet op... Nee, je gaat wel opblazen. Niet mijn bootje opblazen. Is toch sneu? Moet ik met een pickaxe moet ik een creeper doodslaan. Zo, jongens, welkom allemaal bij deze video. Het feit dat ik met een pickaxe twee creepers zojuist dood moet slaan... is een mooi linkje naar het doel van deze video. We zijn in aflevering 4 en ik sta hier met een stenen pickaxe, geen axe, en het is echt beroerd. In de vorige aflevering heb ik dit mooie strandje hier gebouwd en deze farm hierboven... en zo een beetje de startersbasis iets meer aangekleed. In video daarvoor heb ik een boom gebouwd en in video 1 heb ik dit huis gebouwd en dit hier platgewalst. Maar ik heb helemaal nog geen mooie tools, nog niks dat geenchant is. Ik ben echt arm. En we zijn een piraat. We moeten echt niet arm zijn. Dus ik wil vandaag de video beginnen met deze man hier even aandacht geven. Ik wil graag dat jij een lectern krijgt in plaats van dit stomme ding hier. Ik weet dat je heel enthousiast bent dat je daarom aan het springen bent. Ik weet het, ik weet het. Ik wil voor de rest hier een doorgang gaan maken, zodat wij hier een pad naar buiten kunnen maken. Want het, zeg maar, naast het feit dat mensen hier met de boot aan kunnen komen, is er eigenlijk niet echt een ingang voor mensen die over land komen. Niet dat er heel veel mensen hier over land komen, maar hè. Dus wat ik wil doen is, ik wil hier een doorgang maken, dan een pad hierheen, dan hier even een bruggetje zo, misschien omhoog of daar gewoon gelijk heen. Want ik hoorde dat meneer KB van plan is om een pad te maken van zijn basis naar mijn basis. Dan kunnen we eindelijk ook naar het Wilde Westen toe. Ik heb wel een paard nodig, want ik heb geen zin om lopend naar het Wilde Westen te gaan. Ik wil wel te paard naar het Wilde Westen. Verder heb ik ook nog meer plannen, waarschijnlijk. Maar eerst wil ik dus gewoon even beginnen met deze man hier. Ik wil namelijk graag een Fortune 3 boekje krijgen. Dan wil ik met de diamond die ik hier heb... Oh, wacht trouwens, dat wil ik eerst doen. Laten we even... Want ik heb in de vorige video, jongens, heb ik mijn prachtige winkeltje ook gebouwd. Zo, dat hebben we in de vorige video eigenlijk veel gedaan. Maar ik wil even langs mijn winkeltje gaan en even kijken wat de winst is. Ja, ik heb er namelijk tijdens de timelapse van vorige video wel al 2 diamonds uit moeten halen. Omdat ik echt even goede tools nodig had. Maar ik ben voornamelijk benieuwd. Oh mijn god, wat is dat? Het is een L met een brilletje op zijn neus. Wat is dat? Wat staat er? Opent binnenkort. Oh, dan komen we daar later terug, jongens. Dat is een nieuwe winkel. Hij is nog niet open, maar het ziet er wel heel leuk uit. Ik ben benieuwd wat voor winkel dat is. Het zou vast iets van boekjes zijn. Een wijze L. Die wijze L die verkoopt natuurlijk wijze informatie. Dus ik gok boekjes. Laten we met deze ene diamond even wat eten. Ah, de winkel is nog steeds opgeblazen. Ik vind het zo sneu, hè. Ze hadden zo'n leuke winkel. En hij is voor de helft gewoon opgeblazen door creepers. Maar geen zorgen, jongens. Ze gaan het fixen. Oké, is er steak? Ja, dat gaan we kopen. Hoppakee. Zo. Steak is het beste eten samen met Porkchop. Oké, laten we even langs mijn eigen winkeltje gaan kijken of wij ook winst hebben gedraaid. Ik hoop het wel. Ik hoop meer dan dat ik de vorige keer zag. Oh, nee. Nee. Oh, 2 diamonds. Gelukkig. 2 diamonds maar. Man, ik had wel verwacht dat mensen Dark ook zouden kopen. Jongens, teleurstellend dit. Waarschijnlijk over een paar dagen als mensen wat meer op gang zijn gekomen. Mensen zijn nu nog druk met minen en weet ik wat allemaal. Ik denk zodra mensen ook echt druk gaan bouwen aan hun megabasis en zo. En weet ik wat allemaal dat er meer hout verkocht gaat worden. Komt helemaal goed, jongens. Niks aan de hand. En trouwens, dit heeft ook een interieur gekregen volgens mij. Ja, dit is ook af. Wat is dit? Winkel zonder zand. Beste prijzen. Oh jee, wat is dit? Portretje van mijn familie. Mooi portretje dit. Welkom in mijn winkeltje. Kijken, kijken, niet kopen. Is niet kopen, kopen die kijken. En dan hier. 1 stack is 1 dia. 1 stack is 1 dia of 15 iron. 4 en 6... 1 stack, dat is echt wel heel duur. Zeker als je gewoon naar de nether kan gaan. Dat dat 1 diamond is. 24 zand is... Wat? Serieus? Man, ik moet mijn prijzen ook duurder maken in mijn winkel. Ik verkoop gewoon 2 stacks hout... voor 1 diamond. En deze man hier verkoopt gewoon 64 zand voor 1 diamond. En 20 ijzer. Man, ik ga nu naar mijn winkeltje toe. We gaan het even duurder maken dit. Als de economie zoals dit loopt, zie ik het alweer. Anderhalf stack, jongens. Anderhalf stack is 1 diamond. Maar wel 15 ijzer nog. Laten we dat op 15 ijzer houden. Hier. We gaan gierig doen. Ik zie al hoe de situatie is, jongens. Als mensen zo gaan doen... gaan wij ook duurder worden. Hier, kijk, dan kunnen we zelfs meer verkopen. Oké, jongens, de business is aangepast. Ik verlaag mijn prijzen pas weer zodra mensen ook hun prijzen verlagen. Ik ga niet als enige hier goedkoop zijn. Dan kunnen we niet meer... Oh, we hebben wel nu lekker wat hout over. Dat is wel fijn. Dat kan ik gebruiken op mijn eigen basis. Zo, wat gierig ben ik eigenlijk. Maar goed, we moeten wat in deze economie, hè, jongens. Winkel zonder zand. Wel een goede winkel. Ik ga absoluut daar vaak heen om zand te kopen. Want ik ga heel veel zand nodig hebben voor mijn piratenstranden natuurlijk. Dus dan kunnen we mooi daarheen gaan om zand te kopen. Zijn er al nieuwe offers gedaan aan de boom? Een Unbreaking 3 boekje. Die is van mij. Die is van mij, jongens. Die heb ik geclaimd. Dankjewel voor je offer. Oké, jongens. Dan heb ik leer nodig. En ik denk dat ik dat helaas niet meer heb.
En ik heb sugarcane nodig. Nou, sugarcane hebben we hier. Heel veel sugarcane hebben we. Echt heel veel. Ik heb namelijk even één boekenkastje nodig, zodat ik een lectern kan maken. Dus in principe heb ik 3 boekjes nodig. Dus helemaal niet zo heel veel, gelukkig. Dus ook maar 3 leer. Laten we dan heel eventjes op pad gaan. Kijken of we wat meer sugarcane kunnen vinden. En kijken of we misschien wat koeien of paarden of andere dingen tegenkomen die leer droppen. Gaan we even lectern maken. En dan gaan we onze villager gaan we heel blij maken. Heel tevreden houden vooral. Koeien! Die gaan dood. Die gaan we slachten met mijn pickaxe. Ik had echt even een axe moeten maken. En daar in de verte hebben we de laatste sugarcane. Helemaal top. Maken we even wat boekjes. Hoppakee. 1 boekenkast maken we ervan. En hoe maak je ook weer een lectern? Dat maak ik bijna nooit. Oh ja, zo. Hoppakee. Nou, jongeman. Hier, kijk. Halen we die voor je weg. Dan ben je je baan kwijt. En dan plaatsen we de lectern mooi. Bedenk, hoor. Waar gaan we jouw lectern plaatsen? Gewoon hier dan? Is dat prima? Ja, als baan nemen graag. Kijk, daar staat het. Dat is je baan. Ja, ga maar. Ga dan. Ja. Oké. Dan moeten we dit nu blijven slopen en hakken totdat hij even een Fortune 3 boekje wil geven. Dus laten we wel even een axe maken van steen. Want we hebben geen ijzer. Goed, jongens. We zijn legit 30 minuten later. 30 minuten verder in het leven. Ik heb een tweede axe moeten maken. Ik denk dat dat betekent dus dat ik meer dan 100 keer een lectern heb gesloopt. Bijna 200 keer die lectern heb gesloopt. Maar eindelijk is het zover. Fortune 3. Alleen wil deze man er in één keer 18 emeralds en boeken voor. 18. 18 emeralds en een boek bedoel ik, sorry. Ik had hem toch van een zombie villager naar een villager gemaakt. En nu wilde hij in één keer 18 boeken, 18 emeralds. Maar het is wel Fortune 3. De man. Ik word afgetroggeld als een echte piraat, jongens. Ik ben trots op Harry. Harry, ik ben wel trots op je dat je me zo aftroggelt. Maar het ding is, ik ga even kijken. Ik heb niet zoveel emeralds, dat is een beetje het probleem. Dus ik hoop dat als ik terugkom dat je het nog steeds hebt, oké? Ik heb maar 1 emerald. Oké, jongens, Joris die komt even wat emeralds brengen. Dan kan ik deze trade namelijk lokken. Want ik ben bang als ik wegga en ik kom terug dat hij dan weer van trade is gewisseld. Volgens mij heb ik nog 1 boekje. Ja, 1 boekje is genoeg. Joris, hey, met de woutennaam. Oh, dikke stacks. Ik heb alleen geen goede pickaxe ervoor. Ik heb wel een dankjewel, Joris. Je bent echt een topper. Wacht. We geven hem 1 diamond, jongens. 1 diamond hiervoor. Dat is de helft van mijn inkomen. Je krijgt 1 diamond ervoor. Als cadeautje. Ik zeg al tegen, dat is de helft van mijn... Straks krijg je 1 dia korting op je eerste boekje. Hey. Dat is heel lijp. Oké, meneer. Kom hier met je Fortune 3 boekje. Hoppa. Kijk, en nu is hij gelokt. Nu kan hij niet meer van trade wisselen. Dat is heel fijn. Ik ben trots op je, Harry. Ik ben trots op je. Goed, jongens. Dan doen we mijn boekje even netjes in een kist stoppen waar we hem niet kwijt kunnen raken. Hier doen we mijn Fortune 3 boekje en mijn Unbreaking boekje. En dan heb ik goed nieuws. Ik hoorde dat meneer KB mijn winkel leeg ging kopen en dat de wijze L open is. Laten we deze ene diamond even meenemen. Hopelijk heeft meneer KB mijn winkel dan al leeg gekocht. Dat is leeg gekocht. Hij zou volgens mij de dark ook leeg kopen. Dus als we dan meer diamonds hebben, kunnen we even een goede pickaxe maken. Kunnen we de enchantments erop zetten. En dan kunnen we even gaan minen. Dat ga ik niet aan jullie laten zien, maar dan kan ik even gewoon meer diamonds kweken. Boekwinkel De Wijze L. Nu geopend. Ah, dan gaan we jongens. Boekwinkel, ik had gelijk. Laten we even langs gaan, langs De Wijze L om te kijken. Oh, feathervalling. Oh, maar deze hebben het in plaats van in kisten... Hebben ze het in die nieuwe boekenkasten gedaan. Efficiëntie 5, Silk Touch, Mending, Fortune 3. Oké, dus ik zou eigenlijk dan alleen nog een efficiëntie 5 en een Mending willen. Wat zijn de prijzen? Oh mijn god, je kan hier ook naar beneden. Oh, maar deze is heel groot. Kijk hoeveel boekjes zij verkopen. Unbreaking. Wat? Ze verkopen bijna alles, joh. Oh my days. Boek en quills verkopen ze ook. 1 diamond voor 2 stuks. Wat zijn de prijzen? Dat vraag ik me af. 3 dia per boek en 5 dia voor 2 boeks. Ah. Maar ik heb maar 1 diamond. En dat ik net die ene diamond aan Joris heb gegeven. Maar ik krijg wel eentje korting. Dus ik heb er nog eentje nodig. Dan kan ik even mending kopen. Anders vind ik het zonde van netjes. Ja, trouwens, ik kom later hier wel terug. Ik heb letterlijk het geld gewoon er nog niet voor. Ik ben te arm. Oké, goed jongens. Helaas, ik moet wel dus nu al gaan minen zonder de enchantments. En dan moet ik even een paar stenen pickaxen maken. En dan ga ik in de mines ga ik wel iron pickaxen maken. Misschien kom ik diamonds tegen. We gaan het zien. We gaan een kleine mine sessie doen. Ik hoop eigenlijk dat ik een beetje diamonds vind. Zodat ik genoeg heb om die boekjes te kopen en een diamond pickaxe te maken. En dan een nieuwe mine sessie starten. Weet je, ik zie jullie wel over ongeveer 2 à 3 uurtjes. Wanneer ik gemined heb, boekjes heb gekocht, een goede pickaxe heb. Ik hoop als ik dat zo meteen na deze knip, dat we enchanted spullen hebben. Laten we dat maar hopen. Tot zo! Hallo! Oh,
Oké, jongens, ik wilde eigenlijk pas terugkeren als ik ook mijn enchantmuts had. Maar ik dacht, weet je, ik wil een beetje de progressie laten zien. Ik heb een mine-sessie gedaan. We hebben 14 diamonds. We hebben... Oh, wacht, dat heb ik in de oven gestopt. Behoorlijk wat ijzer kunnen kweken. En ik dacht, weet je, ik wil eigenlijk nu gewoon doorgaan totdat ik mijn enchanted spulletjes heb, zoals ik had beloofd. Maar ik vind het leuk om te laten zien aan jullie, want het gaat me eerst... Het is mijn eerste echte enchant die ik ga doen. Maar daarvoor hebben we wel natuurlijk een anvil nodig. En dat is een behoorlijk duur apparaat hier. Zo, plaatsen we die even hier. Dan pakken we mijn boekjes erbij. Zullen we eerst... Kijken of ik ze allebei kan doen. Eerst fortune wil ik doen. Ja, en dan als het kan een breaking. Dat kan ook. Nou, dan hebben we een behoorlijk goede pick. Kunnen we ook een naam geven? Oh, dat kost 4. Dat vind ik zonde. Door de diamonds leggen we terug, jongens. Dit ook zo. Nou, we nemen een beetje ijzer mee voor toekomstige tools. En dan gaan we gewoon nog een mine-sessie doen. Maar deze keer met fortune. Dus misschien komen we nog rijker terug. Ik hoop het wel. Dames, heren, appels en peren, we keren terug. We keren terug naar een mega lange mine-sessie. Na een mega lange mine-sessie, een uur lange mine-sessie. En ik had de beste mine ooit gevonden. En daar in de verte bij die bomen kwam ik in één keer boven. Dus uiteindelijk nu, voortaan als ik in een hele goede mine terecht wil komen, kan ik daar erin gaan. Maar kijk eens naar de buit die we hebben gemined. Het is niet normaal. Wacht, laten we eerst even alle troepjes weggooien die ik niet wil. Er zitten genoeg dingen tussen die ik helemaal niet in mijn kisten specifiek hoef te hebben. Maar wat hebben we een loot, hé? We begonnen arm. En nu zijn we een rijke piraat. Jaar of zo. Ik weet niet wat piraten zeggen. Oké, want dit hoorde ook nog bij de mine sessie. Deze diamonds. Zo, kijk dit allemaal. Oh. Laten we het een beetje sorteren, want het ziet er niet uit. Kijk nou even naar wat we opgemined hebben. Ik heb overigens ook een name tag heb ik tevoorschijn kunnen toveren, want ik kwam een mineshaft tegen. Dus wat wij kunnen doen, jongens, is de name tag. Dan doen we Harry de Piraat, zo. Hoppakee, Harry de Piraat. Kunnen we hem gelijk een naam geven. Hoppa, Harry de Piraat, jongens. De aftroggelaar. Dure zak dat je bent. Oké, laten wij dit ijzer even omsmelten, jongens. Ik ga dit even... Kijk, blop, hoppakee. Oh, maar deze is bijna precies met de stack. Dat had heel cool geweest. Volgens mij zit hier zelfs ook nog in. Ja, dit is echt niet te geloven hoeveel ijzer we hebben. En dat gaan we allemaal omsmelten. Hoppakee, daar gaan we. En ik denk dat je me in een aankomende tijd, jongens, gaan jullie me niet meer horen klagen over dat ik te weinig ijzer... Of dat ik te weinig... dat ik te weinig ijzer heb. Of diamonds, of weet ik wat. Maar moet ik zeggen, die diamonds gaan waarschijnlijk heel snel op. Want die ga ik allemaal uitgeven in het winkelgebied. In de winkelvallei. Maar ijzer zitten we wel even snor. Ik heb de redstone en lapjes had ik puur gehakt eigenlijk voor de XP. Nu heb ik gelijk 16 XP, dus dat is helemaal top. Ik neem even mee die stoppen in de furnaces, want sommige zijn weer op. Helemaal dikke. Prima. Dan, jongens, heb ik wat leuks. Ik heb dit goud eindelijk hier. En dat hebben jullie misschien gezien in de timelapse. Misschien niet. Het was een beetje verstopt, omdat ik het eigenlijk ook nog niet wilde laten zien. Maar dit hier moest goud voorstellen. Alleen ik had nog niet echt veel goud. Dus wat we nu kunnen doen, is dit hier gewoon zo, hoppakee, vervangen voor daadwerkelijk goud. Want piraten, jongens, die hebben geen gele wol. Die hebben daadwerkelijk goud wat ze verstoppen zo. Oké, dat is al een stuk beter. Het zag er niet uit. Dan wil ik dit goud wil ik ook een beetje op andere plekjes stoppen. Ja, wacht, het komt wel zodra we dit interieur hier gaan doen. Oh, kijk, het smelt allemaal. Heerlijk. Oké, dat gebeurt allemaal vanzelf al nu. Laten wij mijn diamonds even meenemen. Teruggaan naar die wijze uil. En even de rijke stinkert uithangen. Oh, wijze uil met de bril op zijn neus. Ik kom je leegkopen. Met 38 diamonds. Wat willen we allemaal? Ik wil silk touch. Ik wil mending. Ik wil efficiëntie. Dit hebben we al. Maar ik wil het ook voor op mijn ex. En ik wil ook mending voor op mijn andere ex. Ja, wacht, ik ga het even sorteren. Want ik weet, alles kost 3 volgens mij. Eentje krijg je korting op. Zo, dus 3, 3, 3, 3. Dan wil ik nog een keer efficiëntie hebben. En nog een keer, want ik heb ook nog een shuffle waar het allemaal op moet. We gaan echt big stacks uitgeven, jongens. Armor. Nou, armor maakt me niet zoveel uit. Moet ik nog een keer unbreaking hebben? Oh god, ik ga echt blut worden. Ik ga echt te veel kopen. En nog een keer mending. Die hebben we ook nodig. Oké, volgens mij heb ik dan alles wat ik wil. Een boek en quill hebben we nog niet nodig. Mending heb ik al. Sharpness maakt niet... Ja, sharpness voor op mijn ex is misschien wel een goeie. Laten we die even op mijn ex gooien, sharpness gewoon. Hier, 1, 2, 3. Oké, dan houden we 9 diamonds over, jongens. En lopen we even naar de kassa toe. Kassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan 8, 9. En dit is die ene omdat ik korting kreeg van Joris. Boom. Ik heb jullie winkel leeg gekocht. Zo, ik heb zoveel boekjes gekocht. Dan moet ik heel even langs huis snel wat ophalen. Skeleton. Want ik moet namelijk hier deze, de kortingsbon hebben voor de AFK farm. Ik heb al die boekjes natuurlijk nu gekocht. Die stoppen overigens ook even in een kist hier. Zo, maar zonder XP heb ik er natuurlijk niks aan. Dan kan ik ze nergens opzetten. Dus laten we heel even snel langs de Olyshike zijn nieuwe AFK farm gaan. En dan 15% korting krijgen we. Dus dat is wel een hele goeie. Gaan we toch nog stiekem heel even snel langs de sushi tent. Oh, hij wordt gemaakt op het moment. Kijk. Want hier wil ik ook eten hebben. Even kijken hoor. Hier kopen 1, 2, 3, 4, 5 potatoes.
1, 2, 3, 4, 5. Zo. Oh, dit is heerlijk, jongens. We hebben eindelijk veel eten. Wat ben ik hier blij mee, echt waar. Gewoon, ik had het al veel eerder moeten doen. Gewoon even een goede mindsessie. Ah! Ik span er naast hem. Deze kant op, jongens. Deze kant op. Oh, god. Oh, god. Het zijn er twee! Hij zit op wagen. Ik word echt gesandwiched ineens. Hier, ponk. Oh, mijn god. Een derde. Een derde. Waar komen die dingen vandaan? Het is niet te geloven. Ik ga weg hier. Skeleton AFK farm gevonden, jongens. Hierheen. Voor AFK farm, blauwe paal, volg het pad. Welke blauwe paal? Ah, dat is een duidelijke blauwe paal. We zijn hier in het land van Robin. We nemen het bootje hier even naar de overkant zo. In het land van de oliesjeik. Ah, hier is een pad. Wat is dit? Volg het pad voor de AFK farm. Groetje sjeik. Oké. Ik ben benieuwd hoe duur het is. Ik heb nog maar 4 diamonds over. Dat zijn al mijn diamonds alweer op. Oh, daar is het, jongens. Daar hebben we de farm. Oh, hier ben ik eerder geweest trouwens. Hier ben ik in aflevering 2. Met Robin geweest. Het is natuurlijk zijn ding. Dus kassa per keer 3 diamonds. En ik heb 25% korting. Weet je, dan krijg je er 2. Ik weet niet of dat... Dat is niet echt 25%, maar ik kan niet echt een diamond door de helft snijden of zo. Nou, ik heb betaald. Dan mogen we naar binnen. Gaan we via de lift naar beneden hier. Hoppakee. Dan gaan we dit trappetje nemen zo. Kijk, en dan komen we in de farm, jongens. Dan gaan we even staan. Kijken tot welk level we kunnen komen. Ik hoop dat we even rond level 30 kunnen komen misschien. Misschien iets meer, want dan kunnen we zoveel mogelijk enchanten. Tot zo! A few moments later. Hallo! Nou, we hebben 32 levels, jongens. Het duurde niet al te lang. Ik heb alle spulletjes die ik ervan heb gekregen, heb ik gewoon lekker in de kist aangestopt. Die hoef ik allemaal niet. Al moet ik zeggen, de botten zouden wel handig kunnen zijn. Maar weet je, die moet ik kopen in de winkel. En het is een beetje oneerlijk om die dan ook nu gelijk mee te nemen. Want ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar laten we ook de kortingsbon erbij doen. Die heb ik nu gebruikt. En dan gaan we snel terug naar huis. En dan kunnen we kijken of we hele goede tools kunnen krijgen. Oké, mooie boekjes. Kom allemaal maar even weer bij Bas hier. We hebben een anvil. Dan gaan we wel nieuwe tools maken. Althans, deze twee gaan we Oh, dat kan niet meer. Ah, weet je, we hebben mending, dus dat komt wel goed. Die repareren we wel. Gaan we eerst op mijn diamond pickaxe. Wil ik eigenlijk even een breaking zetten en efficiëntie. Dat kost wel veel levels al, maar ik heb liever eerst een goede pickaxe dan dat ik de rest regel. Een breaking, dat kost 10. Oeh, dit gaat duur... Huh? Had ik serieus alleen nog maar fortune erop staan? Ja, wauw, oké. Nou, dan doen we dit erop zo. En dan natuurlijk gelijk mending. Oh, dat red ik niet eens. Oké, okay, nou prima. Dan mending komt later wel. Laten we eerst dan op mijn ex doen we ook even efficiëntie. Op mijn shovel doen we ook even efficiëntie. En dan is het eigenlijk, hebben we al geen XP meer. Ik had dus veel meer moeten regelen. Maar dat komt al, joh. Dat komt vanzelf. In de loop van de tijd krijgen we wel weer meer XP. Kunnen we nog een Oh, we kunnen wel een breaking op mijn ex zetten nog. Dan is mijn XP op, maar dan hebben we nog maar een paar boekjes over, jongens. Mending, sharpness voor op mijn ex. Mending... Nog een keer mending en een silk touch voor op mijn ex, denk ik. Of op mijn shovel. Nee, op mijn shovel, want ik wil gras kunnen krijgen. Gewoon normale grasblokken. IJzer hebben we ook genoeg. Oh, daar ben ik hier blij mee. Je wilt niet weten hoe blij ik hiermee ben. Moet ik zeggen, dit gaan we niet meer nodig hebben voor tools. Omdat we nu natuurlijk de goede diamond tools hebben. Maar, oeh, eten moet ik trouwens ook even goed opbergen. Zo. Armor kan weer uit, want we zijn klaar met mine. En dan hoef ik geen armor meer aan, vind ik. Hoppakee. Dan nu, jongens. Dan is het nu tijd om even weer te gaan bouwen. We moeten namelijk een beetje progressie maken hier bij de basis, vind ik. Ik wil hier een pad zo maken hierheen. Dan wil ik hier omhoog werken. Even naar meneer KB, die is namelijk ook online. Om te vragen hoe ver het pad is. Dan wil ik hier misschien een soort van... pier maken of iets. Even kijken hoe leuk dat is. Hier de doorgang. Dus dan kan je altijd, als je zeg maar daarheen wil, bijvoorbeeld naar mijn farm of naar beneden, moet je hier zo lopen. Moet je door het huis gaan. En dan, dat lijkt me gewoon oprecht heel leuk. Dat de benedenverdieping van het huis gewoon echt een soort... Het heeft geen deuren, weet je. Boven is mijn bezem, beneden is gewoon voor de sier. Dus goed, laten we maar beginnen. Je hoort de muziek al opkomen. We hebben nieuwe goede tools waarmee we kunnen werken. Dat betekent dat we snel hout kunnen hakken. Ik heb er veel zin in om nu te gaan bouwen. Jongens, nu gaat het pas leuk worden. Nu gaan we pas snel kunnen bouwen. Dus laten we dan ook maar gauw beginnen.
Jongens, daar zijn we weer. Meneer KB blijkbaar ook. Hallo? Meneer KB, ze gaat verstoppen, jongens. Ja, dat is een mooie mast, hè? Dat is een hele mooie mast. Hey. Hallo? 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 Wat vind je van mijn mast die ik heb gebouwd? Ik vind hier, iedereen is zo lekker aan het knutselen hier. Leuk is het, hè? Ziet er hartstikke goed uit. Ja, ik dacht, ik wil eigenlijk nog wat piratenkenmerk hier hebben op mijn startersbasis, weet je. Dus ik dacht, we bouwen gewoon een grote mast. Waarom niet? Ja, nee, heerlijk. Ja, ik word er wel blij van. Ja, en je kanonnen, weet ik wat allemaal. Leuke pier hier ook zo. Je bent klaar voor je boot, of niet? Ik ben klaar voor... Ja, ik twijfel, want hier komt een grote boot. Maar ik twijfel om eerst een beetje de omgeving leuk te maken, weet je. Maar wat is nou een piraat zonder boot? Dan heb ik helemaal omgeving mooi. Dan noem ik mezelf al die jaren, al die weken een piraat. En dan ben ik vervolgens heb ik niet eens een boot. Ja. Dat zou toch ook nergens op slaan, weet je. Dan heb ik hier hele mooie kusten zo, palmbomen, kanonnen, weet ik wat, een huis. Maar geen boot, geen schip. Nee, je moet wel een boot. Ja, ik moet wel een schip hebben. Maar ja, ik wil een hele grote. Dus ik twijfel, kan ik dan niet beter daar een iets kleinere maken of zo, weet je? Misschien moet je... Ja, misschien is dat wel een beter idee. Eigenlijk. Gewoon beginnen met een kleinere. Dan kan ik mezelf in ieder geval een piraat noemen. Misschien kapitein. Kapitein Knalnut. Nou, kapitein Knalnut. Kapitein... Knapitein. Oh, zo noemen de vrouwen me. Kapitein. Kapitein Knalnut. Ja. Ja. Nou, dus daarom. Ik moet nog even kijken wat ik precies ga doen. Ik heb in ieder geval mijn startersbasis zo goed als af. Interieur is eindelijk ook gedaan. Oeh. Dus kom gezellig mee. Alleen, behalve de bovenkant. De bovenkant, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Het is vooral hier beneden wat gewoon even opgefrist moest worden. Oh ja. Kijk, mooie schatkaart hier ook. Met de kruis erop zelfs. Ik zei joh. Ja, ooit ga ik hem vinden. Die schat. De schat inderdaad, ja. Dat ziet er goed uit. Ja. Kijk, we hebben hier Harry, de oplichter. Harry had ik genezen als zombie villager. Volgens sloeg ik hem per ongeluk. 1 keer per ongeluk. Oh, en nu joh. Is hij weer duur geworden. Wat een prijs joh. Ja, maar ik ben wel trots op, want hij is wel echt een piraat. Ja. Is het hij probeert, weet je? Ja. Dus ik ben wel trots op hem. Daarom wel onhandig, wel onhandig, maar wel... Maar ja, wel ja, daarom, weet je. Maar ja. Hij is hier ook voor de sier eigenlijk weer. Zo kijkt hij niet. Hij kijkt alsof hij hier is voor zaken. Ja, maar dat wil Harry zelf weten. Dan mooi farmpje hier, kanonnen. Een grote palmboom. Echt kanonnen ook neergezet. Ja, oh wacht. Wat ik wel nog wilde doen, dat ga ik nu gelijk even pakken. Kijk, deze ladder die vind ik heel cool. Die moet echt springen om erop te gaan. Ah, ik zeg maar, hij komt echt uit het plafond gehangen, weet je? Ja, hier moet je niet op letten. Dit is allemaal niet zo bijzonder hierboven. Oh ja. Hier, dit is zeg maar achter de schermen. Achter de schermen, inderdaad. Hier hoeft eigenlijk niemand te komen. Maar ik heb dit. En dit wil ik heel graag gebruiken. Ik weet niet of dit met boomjok kan. Kijk, we gaan even doen een poepluik. Oh ja. Dit is wel snappingsluik, dit. Kijk, dit wilde ik eigenlijk doen. Om te kijken. Wacht, alleen. Kijk, dat worden kokosnootjes. Ja, dat is goed, toch? Alleen. Wacht even. Hier. Kan ik dit boomhielen? Ah, kijk, dit ziet er goed uit. Nu heb ik ook snootjes. Nu is het af. Heb je blokjes voor me waarmee ik hem even mogen kan bouwen? Gewoon even blokjes? Iets. Ja, nee. Al is het dirt. Je hebt niks? Nee, ik heb juist mijn inventory geleegd. Oh. Ik ben helemaal wat? Klaar, maar ik ga nog even keer, bij andere mensen. Ik heb nu 1 kokosnoot en de rest komt vanzelf. Maar dat voegt wel veel toe, moet ik zeggen, die kokosnoten erin. Ja, dat is leuk dit, hè. Ja, leuk is het, hè. En... Als je ooit een keer klaar bent met alles gewoon, dan mag je wat mij betreft in de kooi zitten en dan... Zo. Is het einde verhaal. Ik heb er meerdere hangen. Je mag kiezen. Althans, die andere twee zijn defect. Je bent ook van plan... die is wel een beetje stukkig. Ja. Ja, ik ben van plan om eigenlijk skeletons hierheen te lokken en dan skeletons met erin te stoppen. Want de zon die zal ze niet branden. En dat zou leuk zijn als er gewoon een skeleton in zit. Ja. Je kan er natuurlijk van alles in doen. Ja, ik kan er inderdaad letterlijk... Misschien dat ik er Harry ooit in stop. Een heks. Of een heks, inderdaad. Er kan van alles in. Je hebt dan wel de hele tijd dat vervelende geluid. Dat klopt. Maar ja, weet je, ik uiteindelijk woon ik toch op een boot. Ze zitten het wel goed. Ja, dat is wel echt een leuk idee. Nou, Harry kan je natuurlijk... Ja, als Harry op een gegeven moment gewoon nog steeds niet zijn prijzen verlaagt, kan ik Harry er altijd in stoppen. We hebben een leuke omgeving zo. Ja, ik vind het echt gezellig hier. Ja. Ik heb het helemaal naar mijn zin hier als piraat. Ik zie dat jij een mooie diamanten armor hebt. Ik had op een gegeven moment 40 diamonds. Die heb ik allemaal uitgegeven bij de wijszuil. Echt? Allemaal uitgegeven, ja. Ik heb allemaal goede enchanted tools nu. Ja, ik koop dus al mijn armor bij mijn villagers. Dus er zit ook al wat unbreaking en protecting. Kijk, dat is al heel handig natuurlijk. Dat is top. Maar jij wilde dat pad natuurlijk maken. Kijk, ik heb tot hier. Ik zal alleen nog even een soort... Ja, trap, slash brug, slash het landschap misschien een beetje veranderen, dat je hier omhoog kan. Ja. Maar in principe, je weet ongeveer vanaf de bomen kan je natuurlijk gaan aanleggen. Gewoon tot aan daar en dan... Ja, en dan sluit ik het daar nou weer aan. Kijk, is ook een goed detail. Jar. Duidelijk. Kijk, je weet gelijk waar je bent. Heb je al een naam voor je plek? Nee, ja, ik weet alleen de naam van mij, dat is kapitein Knalnut natuurlijk. Ja, dat is een hele goede naam. Maar ik weet nog niet de naam van mijn basis hier als het ware, mijn piratenland. Daar moet ik nog iets voor bedenken. Oh god, er komt een zombie aan. Oh jee.
Nou ga ik het krijgen, inderdaad. Heb jij al een cowboyhoed gevonden? Nee. Ik ook nog geen piratenkapiteinhoed. Dus ik noem mezelf wel kapitein Knalnut, maar eigenlijk ben ik gewoon nog matroos Knalnut op het moment. Hij is doodgevallen. Matroos? Echt. Swabber. Swabber. Swabber Knalnut. Ik kom er nog heen, joh. Gezellig hier. Kom eens vandaan, joh. Hoe is het in de Wilde Westen? Ja, ik heb mijn straat gebouwd. Oh. Het was eigenlijk iets te veel voor één dag. Moest ik heel die berg aanpassen en heel dat land was helemaal lelijk. Is dat wel gelukt allemaal? Nou. Oeh. Er is een begin gemaakt. Oh, nou, dan leek je beter dan niks. Ik heb daar vrede mee. Oh jee, dat... Ik kom er dus achter dat kruisboog eigenlijk best wel cool wapen is. Ja, je moet hem helemaal herladen en weet ik wat allemaal. Ja, ik heb hem ook geenchant met piercing. Oeh. Quick charge. Ja. Je kan ook enchanten doen dat er 3 pijlen schieten. Ja, maar is dat niet onhandig? Ja, heel onhandig, maar het is wel cool. Je pijlen ook heel snel, denk ik. Ja, dat, maar het is wel cool. Het is wel heel cool. Ja, maar je hebt natuurlijk helemaal geen... Eigenlijk een pistool, maar ja. Ik heb eigenlijk een pistool nodig, inderdaad. Kijk, als jij nou... Jij ook? Jij hebt ook een pistool nodig. Ja, precies. Ja, Wilde Westen. Dan loop je met een kruisboog. Het komt het dichtst in de buurt. Een beetje ouderwets dit. Het is wel donker. Het ziet er ook niet heel cool uit eigenlijk, als ik er zo bij sta. Hier, iets minder donker. Ja, dit... Dat kan beter zo. Even. Weet je wat ik ook nog wil doen? Ik wil zeg maar heel veel concrete powder wil ik regelen. Ook rode en zo. Dat kan dan op peper en zo. Op spices wil ik overal plaatsen. Ja, natuurlijk. Gewoon echt van die groene, rode, gele. En bruin inderdaad. Dat wil ik een beetje overal plaatsen. Ook op het strand. Weet je, van die spices. Gewoon dat ik echt kan handelen in peper en zout en weet ik wat allemaal. Dat is mijn handel. Ja. Oh, maar zover ben ik allemaal nog helemaal niet. Jij zit al helemaal in de details en zo. Ja, maar dat gaat zeg maar... Dat is het eerste waar ik aan denk. En dan moet ik allemaal andere dingen nog doen. Mijn tools, mijn eten, weet ik wat. Ik ben echt arm. Vandaag is de eerste dag dat ik een beetje rijkdom heb gekregen. Dus ik zeg maar, mijn prioriteiten zijn eigenlijk verkeerd in de Minecraft Survival. Ja, ik ben er wel achter gekomen dat je inderdaad beter eerst je tools en zo kan regelen. Ja. En dan gaat het bouwen eigenlijk ook veel sneller. Dat. Ik merkte vandaag weer hoeveel tijd ik heb gespeeld. Want zeg maar, alles wat je hier ziet, behalve dit nieuwe gedeelte, is met iron gemaakt en met steen. Dit is het enige wat met diamonds is gemaakt, het kleine gedeelte hier. Ja, dus prioriteiten zijn belangrijk. Nou goed, ik ga er vandoor denk ik. Nou, misschien ga ik nog heel even bij René en zo spelen. Oeh, je hebt hier een bootje. Pak hem maar in. Ik heb genoeg bootjes. Ik heb ze allemaal aangelegd. Dat kan ook, natuurlijk. Je weet waar de eerste portal? Ja, daar kom je vandaan natuurlijk. Ja, dat komt wel goed. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Oh, ik ook niet eerlijk gezegd. Maar volgens mij hebben zij nog niet heel veel gebouwd. Volgens mij zijn zij heel erg aan het grinden om heel veel spullen te krijgen. Oh, dus er is helemaal niks te zien. Ja, je kan altijd even kijken. Ik ga even spieken wel gewoon. Dan ga jij even spieken. Hey, ik spreek je. Ja, lekker bezig. Ja, ik kom ook alweer binnenkort even bij jou kijken. Joe. Alright. Joe. Goed, jongens, meneer KB is weer naar huis. Het is inmiddels 2:30 s'nachts. Dus vandaar dat ik even wat rustiger en stiller ben op het moment. Maar wat ben ik blij met het resultaat. We hebben hier een leuke grote mast gebouwd. Ik dacht, we moeten echt nog wel een kenmerkgebouw hebben. Of een kenmerk iets van het piratenleven. En ik denk... Dat kan gewoon niet beter dan een grote mast, weet je. Hoe cool is dit nou? Hij is ook diagonaal gebouwd, dus hij is helemaal in detail. Ben je er heel blij mee? Voor de rest het piertje hier waar ik op sta is leuk gemaakt. Leuke andere details, een nieuw kanon, een mooie palmboom. Hier een gezellig kampvuurtje met een vlagje erbij. Ja, het ziet er goed uit, jongens. Leuke progressie vandaag gemaakt. Veel gebouwd uiteindelijk toch nog. Veel diamonds en rijkdom hebben we gekregen. Ik heb hier cacaobonen, die kunnen we mooi hier plaatsen als kokosnoten. Want die miste ik nog. Kijk, als we die laten groeien... Worden dat natuurlijk gewoon echt kokosnoten. Ja, dit ziet er veel beter uit, jongens. Die misten echt nog de kokosnoten. De kokosnoten misten echt nog. Nou, volgende aflevering gaan we die kokosnoten even mooi overal plaatsen en zo. Voor nu gaan we deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, jongens. Kondertveen aflevering 4 was dit volgens mij. We zijn nu bijna een weekje bezig. Volgens mij zijn we inmiddels een weekje bezig met de serie. Ik ben in ieder geval heel erg blij met het resultaat. Wat we al in 4 afleveringen hebben gedaan. Volgende aflevering gaan we weer ik voor wat doen. Ik heb ook weer leuke plannen allemaal. Maar nu ga jij lekker even deze video kijken. Dit is namelijk aflevering 3. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is in deze serie. En dan nu spreek ik later glaasje water. Telt 4 flesje bier. Toch maar toch een beetje.